En de Daily Challenge mag weer aangezwengeld worden. En ja. Aha. Locatie. Dit. Dit zegt me helemaal niks. Het enige wat me dit zegt is Frankrijk. Maar dat kan ik makkelijk mis hebben. Dat is het enige wat ik op dit moment het idee heb dat het zou kunnen zijn. Maar ik betwijfel of ik überhaupt... Oh, wacht. Dat is zo... Zou dit Engeland kunnen zijn? Het zou mooi zijn als ik iets van een bordje met een taal te zien krijg. Wat ik zeg, als ik puur had moeten gokken, als dit 30 seconden was geweest, dan had ik gezegd dat dit Frankrijk was geweest. Met die stenen langs de kant van de weg betwijfel ik het. Met die bordjes daar zeg ik weer van... ik weet het niet. Dit kan echt helemaal fout zijn of juist helemaal goed, maar... Ik durf... Kom op, geef me iets van een straat. Oh, dit is niet eens een straat, dit is gewoon een ding. Is dat een dorpje daar? Ik hoop het. Ik hoop dat het iets van een dorpje of iets is met taal erop. Dat ziet er wel naar uit, kom op. Moet je nagaan, ik stond echt op het punt net om te denken van, oh, weet je wat, ik ga wel terug. Nee. Als ik dit zie, dan denk ik nog steeds meer Frankrijk. Ik hoop dat dit bord het gaat bevestigen voor mij. Het is in de EU, want ik zag een Europese vlag. En... nee, dit is in Spanje dus. Castilla y León. Hallo? Echt stom poeting. Ik ben blij dat ik het gevonden heb in ieder geval, maar ik heb totaal geen idee waar dit is. Nee, ik heb echt geen idee waar dit ligt. Ik denk, ik zou het wel moeten weten, maar het lag verder naar het noorden. Ik was echt zuiden. Maar ik ben al blij dat ik in ieder geval uitgevonden had dat het niet Frankrijk was. En wat het dan wel was. Is dat een bordje? Dat is een bordje. Dat is een bordje. We gaan eens kijken op dat bordje wat het zegt. Si imponse landrum. Zou dit... Ik kan gewoon net niet lezen wat die URL is. Net niet. Zou dit... Ik wil zeggen dat het dan... Is dit ook een bordje? Ja. Dat dit eventueel... Zou dit Argentinië dan zijn? Waarom ik dat zeg... daar heb ik een heel... Daar heb ik trouwens een... Dat kan me wel echt verder helpen. Sta ik nou net onder of ben ik gewoon helemaal... Ik ben er gewoon helemaal voorbij gegaan zelfs. Ik ben blij dat hij terugklikt, want... Wat de fuck... Wat een idioot. gek ding was dit. Oh, kom op. Boe.
Serieus? Ik gooi hem voorlopig even in Argentinië. Maar... wat een bullshit dat ze dit geblokkeerd hebben, joh. Hoe wil je dan dat wij ooit deze locatie gaan vinden? Het is zo goed gegaan de afgelopen paar keer. En doe je nou dit? Copetonas. Copetonas, kom op. Rita. Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Ik gooi hem in Argentinië, maar... dit zou net zo goed Brazilië kunnen zijn. Maar ik heb gewoon zero aanwijzingen waar dit is. Weet je waarom ik denk dat dit... wat is dit? Ruta Nationale. Ik denk dat dit wel Argentinië is dan. Toch wel. Vijf, vier, drie, twee, één. Het was in ieder geval Argentinië. Ik heb niet heel veel punten, maar ik ben blij dat ik in ieder geval de goede keuze heb gemaakt voor Argentinië. Laten we zeggen dat dat in ieder geval een goede stap is. Jezus, wat is dit dan weer? Weet je, na zoveel makkelijke rondes denk ik dat ze gedacht hebben van, nou weet je wat. Dan gaan ze eens wat dingen toegooien waarvan ze denken van, huh? The fuck is dit? Ik denk, ik wil terug op die andere weghelft, jongens. Serieus. Ik denk dat dit Amerika is. En als ik een wilde gok moet doen, zou ik zeggen... dat dit ergens, niet daar, want dat is, want ergens hier in de buurt is. Montana, Washington, Oregon, Idaho, heel misschien Wyoming. Maar dat is het gevoel dat ik erbij krijg. Het zou Californië kunnen zijn misschien. Dat bord gaat mij waarschijnlijk of heel blij maken of heel verdrietig. Want ik denk dat ik daar op te zien kan krijgen wat, hoe en waar. Wildlife Corridor, Drive with Care. Kilometer. Dit is niet Amerika. Is dit Canada dan? Is het dan British Columbia of Alberta? Ik zou zeggen dat misschien meer dat dit Alberta is. Of zou dit ergens in Europa kunnen zijn? Ik denk niet dat dit in Europa is. Daar ben ik heel oprecht in. Ik denk niet dat dit Europa is. Highway... Canada, dat is in ieder geval de... oh, fuck! Kom op! Ah, man! Wat een hoop met bullshit! Hier staat waarschijnlijk de dingen op. Maar er staat die stomme, klote tyfusvrachtwagen. Staat daar stil? Oh nee, wacht. Staat daar ook nog een bord? Nevermind, ik ben weer een beetje te heftig boos. Even uitzoomen, want anders kan ik het helemaal niet lezen. 15 seconden. British Columbia. Nou, dat bevestigt in ieder geval wat het is. Hoffman Bluff. Chase Creek Road. Schijnbaar zat ik er 60 kilometer vandaan.
Oeh. Ik denk dat dit Zweden is. Zweden heeft dus ook gele strepen. Wat is dit? Holy hell. Nee, dit is niet. Zweden, dit is. Oh, damn it. Ah ja, Turku hier. Zo. Phew. Ik ben blij dat mijn hersenen me niet in de steek lieten. Dat het inderdaad wel gewoon Finland is. Ik zat heel even van. Is het nu Finland? Is het. Bliep. En daar gingen mijn hersenen. Daar ben ik echt heel eerlijk in. Ik had echt even zoiets van. Oh nee, dit is. Is het wel. Zit ik wel goed? Dat is Rola. Zullen we kijken of we hem ergens dichterbij kunnen krijgen. Want ik denk dat daar ook nog stadjes staan. Ik denk dat die dichterbij zitten. Zullen we kijken. Zou dit dan ik denk het wel. Ik denk het wel. Ik zal eens kijken of ik wel meer informatie kan vinden. Museo. Heeft Rimetal een museum? Is dit het museum van Rimetal? Zit ik dan hier ergens of zo? Zal ik daar? Even kijken. Even kijken. Ik denk wel. Dat is deze. Dat is deze weg. Dus dan zou ik hier gezeten hebben of zo ergens. Even kijken, gaan we terug, want dit is een verbreding van de weg. En ik denk dat ik, ja, daar zit ik ruim voor. Ik zit zelfs wel bij een bocht nog, joh. Hier, ik zie daar twee weggetjes. Wacht. Nee, wacht even. Ik zit mezelf voor de gek te houden. Ik zit daar dichterbij dan dat ik denk. Dat is dit namelijk. Ik reis naar het zuiden, dat klopt. Dat is dit. Even kijken. Hoe ver daar vandaan? Want hier splitst hij weg. Dus dat is redelijk dichtbij. Dit zou. Kijk, als dit Nederland was, dan had ik echt getwijfeld. Oh mijn god, ik denk dat dit geen 5000 punt. Tenzij ik verkeerd zit en het hier zit, zeg maar. Maar dat denk ik niet. Nee, want dit is die mascu nog wat. En dat is deze straat. 5000 punten. Woehoe! Normaal, en eerlijk is eerlijk, die van Canada was ook niet heel moeilijk. En eigenlijk die van Spanje ook niet echt. Dit is Nederland. Dit is Altfrost. Ik denk dat Altfrost, als het Maas en Waal is, dan zal dat in, hoe heet het? Ik wil Gelderland zeggen, maar ik weet dat het niet klopt. Dat, wel Gelderland? Maas en Waal. Jawel, dat is wel volgens mij Gelderland, toch? Ja, Waal. En de Maas loopt hier. Dus het zou ergens in deze buurt of zo moeten zitten, dan zou je denken. Waar zou ik dat moeten zoeken? Als dit de Waal, dit de Maas is, dan zou je denken dat het hier ergens in de buurt ligt. Dit is de Waal. West. Dus dan zou je denken dat het hier misschien ergens ligt of zo. Of is dat Tiel? Dus dan zou je dat ook weer niet denken. Het lijkt me ook maar echt een klein dorpje, zeg maar. Dus ik moet niet te veel ervan verwachten. Altfrost. Nice. Altfrost.
Zou ik... Dit is een voetbalding, hè? Dus als dat hier is... Ik ben blij dat ik het een beetje heb kunnen beginnen waar het zou kunnen zijn. Oh, ik had me eigenlijk zo doodgeschaamd als ik het niet op de goede plek had weggezet. Even kijken of ik een... een straatnaam te pakken kan krijgen. Dat zou hier wel eens kunnen. Ik denk dat dit een straatding is. Wat is dit? Dit is de Kerkstraat. Oké, dus ik zit wel gewoon goed. Dit is inderdaad wat ik dacht dat het was. Dit is inderdaad, en anders, dit is een huis. Daar kijk ik tegen aan. Wat zit er achter mij? Zit die bomenkwekerij? Dus, wacht even. Ja, want hoe ver zat ik er vandaan uiteindelijk? Oh, 5000 punten. Hoe heb ik 5... Wauw, 15 meter en dan nog 5000 punten hebben. Dat is best knap. Voor een Nederlandse locatie is dat heel knap, moet ik zeggen. Ik denk dat ik ondanks mijn roestige begin, dat ik het uiteindelijk wel gered heb, moet ik heel eerlijk zeggen. Nou, wat ik zei, British Columbia, dat was echt wel een mazzeltje. Showvoerders, zoals wat het is. Kijken waar of... Wel heel veel mensen die het goed hadden. Het waren eigenlijk... Ik moet heel eerlijk zijn. Want ik heb een beetje ten onrechte gezegd van... Dat is niet helemaal eerlijk. Want laten we wel zijn... in Spanje kwam ik een bord tegen met de exacte locatie erop. Argentinië kreeg de plaatsen te zien. Nou, hetzelfde bij Canada, hetzelfde bij in Nederland en hetzelfde in Finland. Dus in principe, de enige reden dat ik het zo slecht heb, ben ik zelf. Ik ben wel... het klinkt heel raar, want het is de minste score. Degene waar ik blijste mee ben, is Argentinië. En waarom zeg ik dat? Omdat het kwam mij heel... Let op wat ik ga zeggen hoor, want het klinkt heel stom. Het kwam mij heel Europees over. En ik heb van... Maar dit is niet Europa. Dat zie ik aan de weg. Dat zie ik aan de borden. Dat het niet Europa is. Waar heb ik dat een keer eerder gehad? Ik heb een keer eerder, ik weet niet of dat op... Ik denk het wel. Met Nice. Dat ik dacht van, oh, dat is Nice Frankrijk, klik. En dat het uiteindelijk in Argentinië was. Want ik vond het echt, ik dacht van, nou, weet je wat. Dit kan makkelijk inderdaad in Frankrijk zijn. Kan makkelijk. En nou dacht ik echt zo van, nou, dit kan echt... Het zag eruit alsof dit gewoon in... Europa was opgeplakt en ergens in Zuid-Amerika was weggegooid. Ik denk van, nou weet je wat, vorige keer dat ik dat had was in Argentinië. En ik ben blij dat ik mijn gevoel gevolgd heb en dat ik niet gedacht heb van, kijk dat Europa is, klik, ik zet hem in Spanje weg. En ik denk van, nou, twee keer Spanje achter elkaar, dat gaan ze niet doen. Maar goed, het was voor de verres was best wel een leuke ronde. En dan heb ik nog maar één ding te zeggen en dat is tot morgen.